Annie, hoe gaat het met je? Nee, maar zeg, dat is lang geleden. Zeg, wat zie je er weer chic uit. Nou, die man van jou, dat is me toch een goeie, hoor. Kind, wat heb jij een garderobe? Nou ja, je moet je man ook opvoeden. Vroeger kreeg ik het ook niet zo makkelijk. Nou, mijn man zegt eenvoudig, ik kan het niet betalen. Allicht. Maar dan moet je hem bang maken. Als ik een bontjas wil hebben, dan zegt hij ook eerst nee. Ga je dan huilen? Wel nee, zonder van mijn tranen. Dan zeg ik, goed, geef hem niet. Dan ruk ik gewoon de kleren van mijn lichaam. Ik trek de oudste voor de aan die ik heb. En dan ga ik wandelen door de Kalverstraat. Van de Munt naar het Centraal Station. En dan zal iedereen weten hoe jij je vrouw erbij laat lopen. Nou, het is wel een krachtmiddel, hoor. Ja, maar het helpt. Zeg, ik zal het ook eens proberen. Ik heb een dop van een voorjaarscomplex gezien. Dus ik zeg, ik ruk me de kleren van mijn lichaam. Ik trek oude vodden aan en ga wandelen in de Kalverstraat van de Munt tot aan het Centraal Station. Juist. En dan geeft hij het direct. Ik geloof dat ik je man hoor, zeg. Dag kind, veel succes hoor. Dag. Dag, dag Didi. Dag. Dag Didi, dag vrouw. Dag lieve. Dag vrouw. Dag Didi. Dag vrouw, dag Didi. Zeg, dag vrouw, wat ziet Didi er weer charmant uit. Ja, hè? Maar mijn man is ook trots op me. Dag. Daar, dag. Dag Didi. Dag Didi. Dag Didi, dag vrouw. Dag Didi. Zeg Manny, Manny, luister. Ja vrouw. Dat zal ik eens raden wat je gaat vertellen. Ja nou? Je rubbers schommelen. Ja, je hebt gelijk. En je olie zijn gezakt. Ja, precies. En het is zo'n slechte tijd. Ja, werkelijk. Ja, maar hoe... Ja, het is haast niet bol te werken, hè? Ja, dat is absoluut waar. Ja, en het wordt nog slechter. Ja, inderdaad. Inderdaad, ja. Manny, ik wou je wat vragen. Nou, straks, kind. Straks, ik heb nog wat te schrijven. Dan komt, ik moet reclameren bij de belasting. Ben te hoog aangeslagen. Nee, doe dat nou niet. Houd toch een beetje je stand op. Ik vind het zo leuk als de mensen denken dat we rijk zijn. Oh, wat zijn die vrouwen toch onpraktisch. Laat mij maar begaan. Ik zal die meneer wel eens even wat schrijven. Net een kolfje naar mijn hand. Edelachtbare heer. Ach, edelachtbare. Het is toch geen rechter. Nee, dat is zo. Dat is zo. Wel geboren, maar niet gestrenge heer. Dat kan niet. Natuurlijk niet. Zo noem je zo'n man toch niet? Nee, dat is niks. Zo doe je. Nee, ik geloof het ook niet. Dan zal ik zeggen... Door geluchte, zeer edele heer. Maar Manny nou toch? Nou ja, ja, hoe moet je zo'n snuiter nou betitelen? Zeer geleerde, doodgeboren. Nee, dat kan niet, dat is onzin. Nee, hoor, ik is doodgeboren. Was maar waar. Nee, dat is onzin. Weet je wat, ik zet heel gewoon, meneer de inspecteur. Ja, denk eraan het koeriernummer te vermelden. Oh ja, dan zal ik me daarmee beginnen. Voor ik het vergeet. Meneer de inspecteur. In het bezit van mijn koeriernummer. Dat schrijf je toch zo niet? Nee, dat schrijf je zo niet. Dat moet weg. Dat komt straks. Meneer de inspecteur, in verband. Ach, je bent toch niet in verband? Ja, maar als je me nou geregeld in de war maakt, dan kom jij in verband. Oh. Even kijken hoor. Meneer de inspecteur. Ondergetekende. Nicolaas Wilhelmus Jan Doedel neemt hiermede de pen ter hand in hoge nood. Nee, nee, dat kan niet. Ik hoop die eerste brief wat beter, dat is onzin. Nou, ik zal het maar zeggen. Meneer de inspecteur, een dringende behoefte noopt mij... Nee. Dan zal ik zetten, wacht nou even, dit kan dus ook niks, hè. Meneer de inspecteur. Mijn koeriernummer zal u waarschijnlijk niet vreemd zijn. Na rijp overleg met mijn gade... Zeg je dat mij er buiten, hoor? Ook al goed. Meneer de inspecteur, ik doe u deze toekomen in blijde verwachting... Ja. Nee, dat is ook niks. Nee, laat mij nog maar begaan. Meneer de inspecteur, laat ik het kort maken. Ik ben aangeslagen voor een inkomen van 8720 gulden. Dit moet zijn 7218 gulden. Hoogachtend W. Jansen, koeriernummer 48-53-261-688, bies. Ziezo, die zit. Manny. Ja? Manny. Doe nou niet zo aanhaalderig, vandaag niet. Hé, Manny. Manny, nee. Luister nou eens. Ja. Zeg, heb je die brief flink en kordaat geschreven? Adrem, hè? Jij kunt die dingen zo goed, hè?
Ik ben maar een zwakke, domme vrouw. Ik ben echt trots op je. Dat scheelt je zeker wel 100 gulden belasting, hè? 100 gulden? 100 gulden? 200 gulden? 250 gulden? Ja, ik laat mijn kisten. Mm. Huh. Nou, dat mij gaan. Vind je zo flink, hè? En ik ben toch zo blij. Hoezo blij? Ja, dan kun je me dat zomercomplet geven dat ik gezien heb. Kost me 130 gulden. Zomercomplet? Ja. Nou, maar ik denk er niet aan. Je weet toch wel... Ach, ja, ik dat... weet het wel. Het zijn slechte tijden. Ja. Maar ik blijf zo niet lopen. Dan scheur ik me de kleren van mijn lichaam. En ik ga met vodden de straat op. En dan ga ik wandelen midden in de Kalverstraat. Van de Munten aan het Centraal Station. Dan zal iedereen zien hoe jij je vrouw erbij laat lopen. Ja, maar dat kan je toch niet doen? Dat kan je toch niet doen? Doe de kleren van je lichaam scheuren. Ja, dat komt met die, wou je dan met vodden door de Kalverstraat gaan lopen? Dat scheur ik van de Munten naar het Centraal Station. Dat kan je toch niet doen? Ja, dat doe ik. Iedereen weet toch dat je mijn vrouw bent? Ik doe het. Doe je het wel? Ja. Doe je het wel? Ja. Ga je lopen? Ja. Met al die vodden aan je lijf? Met al die vodden aan mijn lijf. Van de Munt naar het Centraal Station? Ja. Van de Munt naar het Centraal Station? Ja! Dan kom je over de Dam, hè? Ja, natuurlijk. Daar is het belastingkantoor. Gooi meteen die brief in de bus. Ja.